We zijn dus hier in de Moerenloopstraat, waar we een aantal jaren geleden samen met de mensen een traject rond Vergroen je voortuin doorlopen hebben. Dat was een participatietraject. We wilden heel bewust ook de mensen betrekken bij dat traject. En dat had al toen als doel om de voortuintjes alleszins te vergroenen, maar ook zoveel mogelijk te ontharden. De mensen die meededen, die konden onder andere beroep doen op een tuinarchitect om hen te helpen een mooi tuintje te ontwerpen en aan te leggen. En zoals je ziet achter mij, er zijn mensen die daar echt gretig op ingetekend hebben en die daar een hele mooie tuin, voortuin van gemaakt hebben. En we zijn nu september en dan zie je die bloemetjes nog schitteren. Dus dat is fantastisch om naar te kijken. Hè. We hebben aan het project van Vergroen je voortuin hebben wij nog een vervolg gebreid. En we hebben dat gedaan in de vorm van de Grote Heidse Tuinwedstrijd. Die hebben we vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd. We wilden echt zoveel mogelijk mensen de kans geven om hun creativiteit te tonen, hun mooie tuintjes te tonen. Zelfs geveltuintjes mochten mee deelnemen. Waar ik ook heel erg blij mee ben, is dat er een VZW is, een Heistenberg, VZW Wilde Weide. Die bestaat uit een aantal dames, dat zijn echt vrijwilligers. En die hebben zich tot doel gesteld om zo de braakliggende stukjes openbaar domein in Heistenberg, om die te gaan aankleden op een biodiverse manier. Alle projecten zijn een beetje anders. We hebben een ander project waarin we enkele bloemenweiden hebben aangelegd. Nog een ander project waarin alles wat we aangeplant hebben eetbaar is. We hebben ook een geveltuin aangelegd. Dus eigenlijk alle projecten zijn heel divers, heel verschillend. En dat maakt het zo leuk. Het Kempjes Klimaatplan focust onder andere op twee nieuwe regiowerven. Ontharding, maar ook op participatie. En Tuinstraat en dit project komen die twee eigenlijk heel mooi bij elkaar samen. Want samen met Bruggers gaan we daar aan de slag om te ontharden en te vergroenen. En daarom is IOK samen met Commons Lab gestart met een project. We hebben daar ook een subsidieaanvraag voor ingediend binnen PDPO. En we hopen vanaf 2023 gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van een tuinstraat.